beste kijkers, mijn naam is de Digital Toaster en welkom bij een video waarbij ik jullie wat tips geef over YouTube. Mijn meningen die jullie misschien kunnen toepassen om groter en beter te worden in het commentaten. Deze zijn natuurlijk mijn tips en mijn meningen, dus moest je die niet waarderen, kijk dan deze video ook niet. En ik probeer natuurlijk ook alleen maar jullie te helpen. Als jullie vragen hebben, mogen jullie die altijd achterlaten in de comments. En misschien zal ik deze vragen volgende video wel beantwoorden of zelf in de comments nog beantwoorden. We beginnen bij het begin natuurlijk. Een kanaal aanmaken en zo een doel zetten voor jezelf. Nu eerst en vooral, wat is jouw doel in het commentaten? Zou je graag willen rijk worden van de YouTube? Zou je graag gewoon wat plezier hebben in YouTube? Of zou je willen leven van YouTube, beroemd worden? Als je in het begin denkt van, ik wil rijk worden, ik wil geld verdienen, ik doe het alleen voor het geld. Ik wens je veel succes, maar het zal dat waarschijnlijk niet worden. Maar waarschijnlijk als je begint met YouTube, bedenkt zoals iedereen al van, yes, geld verdienen met YouTube, hopelijk ga je dat ooit al doen. En zelfs al ben je al een tijdje bezig, het is altijd leuk om geld te verdienen als een extra bijkomen natuurlijk. Maar ik zal zeggen, voor België en Nederland is het wel moeilijk om echt veel te gaan verdienen, maar de personen die ik ken, de grootste, zoals bijvoorbeeld Dusavin Games, die kunnen leven van YouTube, die leven ook van YouTube en YouTube hangt echt van, allee, hun leven hangt van YouTube af. Het is omgekeerd dat ik moest zeggen. Bijvoorbeeld als iedereen al zijn kijkers adblocker zou gebruiken, dan is die kerel arm, moet hij gaan werken en zal hij waarschijnlijk stoppen met video's. Dus voor je adblocker gaan gebruiken, denk eens na over de commentators zelf. Dus zet je doel. Andere grote Belgische team bijvoorbeeld, maar die doet dan natuurlijk weer in het Engels. Dan zou je graag in het Nederlands gaan doen of in het Engels. Beide heeft zijn voordelen. Als eerste een voordeel voor het Nederlands. Er is minder concurrentie. Je kan je moedertaal doen, tenzij het natuurlijk Engelse moedertaal is, maar ja, het is gewoon vlot om te praten. Maar dan natuurlijk, nadeel is dat er weinig publiek is. België en Nederland zijn niet zo groot. Maar als je ze samenvoegt, kan je toch nog wel een redelijk groot publiek opbouwen. Als je in het Engels gaat doen, is het publiek natuurlijk heel, heel, heel groot. En kan je, als je goed bent, heel snel groot, denk ik, groot worden. Kijk maar naar PewDiePie bijvoorbeeld. Hij had in het begin bijvoorbeeld, laten we zeggen, 1 miljoen subscribers. En hij heeft het jaar daarna 4 miljoen behaald, of zelfs meer. Ik denk dat hij er nu niet aan 7 miljoen, ik weet het niet, maar hij heeft het toch op een korte tijd behaald. Hij is in één keer ontploft en heel groot geworden. Het nadeel van Amerika of van in het Engels commentaten is natuurlijk de concurrentie. Er komen dagelijks honderden nieuwe commentators bij. En dan moet jij natuurlijk als commentator er gaan bovenuit steken en zorgen dat jij speciaal bent en dat de mensen op jou gaan abonneren. Nu, hoe begin je eigenlijk met YouTube? Je denkt van, oké, ik wil gaan commentaten, wat nu? Wat moet ik doen? Als eerste een naam. Zorg dat je een naam hebt. Nu bijvoorbeeld Swagface YOLO XXX335Z 28.000, 2 miljoen tot de 10.000. Als dat je naam is, wat ga je dan zeggen van, hallo jongens, mijn naam is Swagface YOLO 10.835.000 en 5 minuten later ben je nog bezig. En de mensen hebben wel op kruisje gekregen. Zorg dat je een aanstekelijke naam hebt, een leuke, korte naam, die dat gewoon echt leuk is, een naam dat bij u past. En dat is al direct een goede start voor een kanaal te beginnen. Dan maak je kanaal aan. Denk goed na over hoe dat je kanaal gaat aanmaken. Ga je liegen over je leeftijd? Ja of nee? Ga je liegen over land of andere dingen? Denk er allemaal goed bij na als je echt deftig wil gaan beginnen. Veel fouten die ik eigenlijk al zie, maar daar gaan we het later nog verder over hebben, is mensen die een kanaal aanmaken en denken van, ik word hier niet groot. Ik word hier niet groot. Wat zij gaan doen is, zij stoppen en maken een nieuw kanaal aan. Mensen, doen dit alstublieft niet. Waarom niet, zullen we het nog wel zeker en vast zien. Je hebt je kanaalnaam, bijvoorbeeld bij mij de Digital Toaster, je hebt je kanaalnaam. Wat nu? Maak je kanaal aan en denk aan design.
Als mensen, je maakt een video en je hebt bijvoorbeeld een kijker van jou. Die kijker, die denkt van, oh, een nieuw kanaal, we gaan eens kijken wat voor video's die gaan maken. Ik klik op dat kanaal. Ja, alleen maar grijs, niks aangepast, geen profielfoto. Deze is niet echt aantrekkelijk. Dat is het niet, dat is het niet. Zorg dat je een design hebt, zorg dat je een avatar hebt. Zorg dat je direct perfect in orde bent. Dat is aantrekkelijk en zorg ervoor dat je veel kijkers hebt natuurlijk. Dan je video's. Zorg dat je als eerste een video maakt over jezelf. Ik ben bla bla bla. Ik ga die video's maken van die spelletjes. Dat is er speciaal aan mijn video's. Maar natuurlijk als je een video maakt, apparatuur. Zorg dat je goede apparatuur hebt. Een goede microfoon. Want als je een video gaat bekijken met zo'n microfoon. Wat heb je aan die video? Je hoort er niets van, je verstaat er niets van, je hebt daar niets aan. Zorg dat je een goed microfoon hebt, zorg dat je beeld HD is, fullscreen, geen zwarte balken. Als je een video hebt met zwarte balken hier, zwarte balken daar, gewoon alles zwart en dan zo'n klein scherm over gewoon heel je beeld dat je hebt, dat is het niet. Zo'n video willen wij niet. Zorg dat je ook minstens 27p hebt, minstens. Dus dan moet je ook een goede computer hebben. Je moet echt investeren. Als je goed groot wil worden, moet je geld geven. Ik heb misschien, maar natuurlijk wou ik sommige dingen ook, al meer dan 2000 euro aan YouTube gegeven. Mijn PC kost zelf al 1700 euro. HDP VR2, microfoon, alles is eigenlijk voor YouTube gekocht. Moest ik niet met YouTube bezig geweest zijn, had ik die dingen nooit gekocht. Nu, dus als je dat allemaal hebt, kan je beginnen. Ik zal zeggen, mijn eerste video's zijn slecht. Als je kijkt naar mijn oudste video's, die zijn slecht. Slecht. Je gaat dan zien van, ik maak een video en dat voelt echt zo raar in het begin van, je praat tegen niks, dat voelt echt raar. Je gaat dan merken wie gaat dat zegt, ga maar. Na verlang van tijd gaat dat echt vlot gaan, dan ga je echt plezier hebben in je video's, gaat er zitten van, yo jongens, welkom bij mijn nieuwe video, van ga je doen dit, en ik ga dat doen op mijn survival serie, en dit en dat. Dan is het leuk voor de kijkers, dat is echt leuk. En je gaat dat echt, je gaat plezier hebben in het video, in het maken van video's, en je gaat gewoon blijven gaan. En dan is het moment dat je echt gaat uitblinken als commentator. Dus sorry dat je daar niet ziet van, hallo jongens, mijn naam is The Digital Toaster. Ja, ik ben hier vandaag voor een video te maken. Wat ga ik eens doen in deze video? Dat is het niet, hè? Dat is het niet. Dat is saai om naar te kijken. Zorg dat je echt leuke video's maakt, dat mensen daar kijken. En dat is echt leuk. Deze was de eerste video, mensen, van hoe word ik een commentator? Of hoe de titel ook kan noemen. Ik ga het nog bespreken en zelf zien. Maar in ieder geval gaan er nog veel komen. Ik heb mijn blad nog vol staan met tips voor jullie. Vinden jullie deze video's leuk? Laat je vragen achter. Volg mij op Twitter zeker. Waar dat jullie ook aan mij kunnen vragen stellen op Facebook. En ik antwoord meteen. Laat jullie vragen achter. Ik maak nog wel video's waar ik jullie vragen beantwoord. Maar in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een like te commenten. En als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer dan een keer. En tot de volgende keer mensen. Ciao. Come on.